Ik ga twee gedichten voordragen, twee korte gedichten die nog niet in mijn bundels zijn verschenen. Dus alleen nog maar op papier meegenomen. Het eerste gedicht gaat over het proces van het dichten zelf. Dus wat gebeurt er in mijn hoofd als ik een gedicht aan het schrijven ben? Intrigerende citaten van getranspireerde woordenschat ontvluchten unaniem het in de waan gelaten brein. Woordkeuze geeft leiding aan poreuze synoniemen. Poëtisch vullen poriën het uitgezweten zijn. Ingenieuze associaties delegeren definities. Geven woorden aan verlies. Reanimeren wat verdwijnt. Geroutineerde parafrases nemen deel aan competities, waar concurrerende passages leidzaam toezien langs de lijn. Dat was het eerste gedicht. Het tweede gedicht gaat over overpeinzingen. Onvolledigheid vertroebelt met geduld omhulde plannen, langs vertraagd vooruitgeschoven, onvoltooid verleden tijd. Ruw doorbroken elegantie dompelt kennis in kwadraten, rond beschouwend resumeren van half nagelaten band. Surrogaat gedeeld beleven leidt ontmoedigd accepteren, door hervonden overpeinzing, schuin geworpen blik verwijt. Parttime hechten in verlenging, onberusting gedrapeerd en zacht ontrafeld tot conclusie. Onbeperkt verbinden strand.